veel kritiek op de organisatie van de Love Parade in Duisburg in Duitsland. Het dodental van het drama gisteren staat op 19. 11 vrouwen en 8 mannen. Ze variëren in leeftijd van 18 tot 38 jaar. Onder hen een 22-jarige Nederlander uit Hasselt, en dat is in Overijssel. Ook vielen er meer dan 340 gewonden. Honderdduizenden mensen moesten allemaal door een 150 meter lange tunnel om toegang te krijgen tot het festivalterrein. De doden zijn waarschijnlijk gestikt, doodgedrukt of doodgetrapt nadat ze op de grond waren gevallen in het gedrang. Er is veel kritiek op de organisatie omdat er maar één ingang was. Een tunnel waar het gistermiddag om 5 uur helemaal misging. Er komen steeds meer amateurbeelden van de chaos bij de ingang. Aan het eind van de middag ontstaat er een enorme drukte bij de ingang van de Love Parade. Alle feestgangers moeten door die ene ingang een tunnel naar binnen, terwijl anderen via diezelfde tunnel proberen het terrein te verlaten. Om aan het gedrang te ontkomen proberen festivalgangers naar boven te klimmen. Als sommigen naar beneden vallen, is de paniek compleet. Lagen die Leute noch auf dem Boden und man hat nur noch flehende Menschen gesehen. Wir hatten Tote da in der Reihe, Wiederbelebung im Stehen, Frauen, Panikhysterie, alles. Eén ingang, honderdduizenden of misschien wel 1,5 miljoen mensen. Dat moest bijna wel fout gaan, zeggen deskundigen in Nederland. Er had geen tunnel in mogen zitten in die looproute. Er had een alternatief moeten zijn. Ze hadden moeten monitoren hoe druk het was. We moeten ingrijpen op het moment dat de druk dreigt te worden, ver van tevoren. En dan een andere alternatieve route in moeten stellen. Maar op de schuldvraag gaan de autoriteiten een dag na het drama nog niet in. Aus respect voor de opfern, deren familien en vrienden, werden we die veranstaltung niet meer weiter voortzetten. Dies bedeutet ook das Aus der Love Parade. Na 21 jaar komt er dus een abrupt eind aan een van de grootste danceparties ter wereld.